Hallo mijn motorliefhebbers. Jullie luisteren naar Formule 1 Passie. Hallo en zo, zullen we de recente opschuddingen in de wereld van de Formule 1 ontrafelen? Inderdaad, William, vandaag draait alles om AlphaTauri. Er staan grote veranderingen op stapel. Heeft dit te maken met hun CEO, Peter Baier? Precies, William. Baier heeft gehint naar een nieuwe identiteit voor AlphaTauri in het aankomende seizoen van 2024. Intrigerend. Heeft hij verklapt wat deze nieuwe identiteit zou kunnen zijn? Nog niet helemaal. Hij houdt het nog geheim, maar hij heeft wel gezegd dat het team dichter bij de Red Bull-familie zal komen. En wat betreft Franz Tost, ik heb gehoord dat hij aftreedt. Ja, de langdurige teambaas maakt de overstap naar een adviesrol, terwijl Laurent Mekies het stokje overneemt. Dat is een behoorlijke verandering. Heeft Baier nog iets te zeggen gehad over Tost? Hij kon niet genoeg lof uitspreken. Hij benadrukte Tost's begrip van coureurs en hun mentale en fysieke gesteldheid. Het lijkt erop dat er deze keer meer te bespreken is dan alleen de auto's en tactieken. Absoluut, William. Baier benadrukte het belang van fysieke en mentale voorbereiding voor jonge coureurs die de overstap maken van de Formule 2 naar de Formule 1. We hebben een spannende aflevering in het vooruitzicht. Potverdorie, het lijkt erop dat we heel wat te bespreken hebben. Laten we eraan beginnen. Hallo daar, mijn autoliefhebbers. Zoals altijd is jullie presentator Enzo hier, klaar om jullie mee te nemen op een opwindende rit door de wereld van de Formule 1. En recht aan zijn zijde, dit is William, tot jullie dienst. Vergeet niet, we zijn hier elke dag op hetzelfde tijdstip op Formule 1 Passie. Doe ons een plezier, mensen. Abonneer je en zet die bel aan, zodat je geen enkele aflevering mist. Laten we nu vol gas gaan. Als de nieuwe CEO van AlphaTauri heeft Peter Baier recentelijk in de schijnwerpers gestaan. Hij heeft aangekondigd dat het team een frisse identiteit heeft gekozen voor het jaar 2024. Dat is nogal opwindend nieuws, nietwaar? Zeker weten. Met het team dat grote veranderingen doormaakt, kan een nieuwe identiteit precies zijn wat ze nodig hebben om een nieuw tijdperk te starten. En wat betreft veranderingen, hebben we de langdurige teamprincipal Franz Tost die overgaat naar een adviesrol, terwijl Laurent Mekies de nieuwe teamprincipal wordt. Het lijkt erop dat ze zich klaarmaken voor een behoorlijke reis. Je hebt gelijk. Met deze overgang zullen we zeker interessante dynamieken zien ontvouwen in het team. Dat is inderdaad waar. En het gaat niet alleen om het management, maar ook om de coureurs. Baier prijst Tost als een uitzonderlijke mentor en benadrukt zijn diepgaande begrip van de mentale en fysieke toestand van de coureurs. Dat is inderdaad een cruciaal aspect, niet waar? De psychologie en fysieke fitheid van coureurs kunnen een race maken of breken. Je slaat de spijker op zijn kop. Baier benadrukte het belang van voorbereiding, zowel fysiek als mentaal, het rijden in de simulator en het testen van eerdere auto's, vooral voor jonge coureurs die de overstap maken van de Formule 2 naar de Formule 1. Het is duidelijk dat AlphaTauri een holistische benadering hanteert voor hun toekomst. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe deze transformatie zich ontvouwt. Ik ben het helemaal met je eens. Laten we een versnelling hoger schakelen en dieper ingaan op deze ontwikkelingen, zullen we? Absoluut, laten we de wielen draaiende houden. Het is interessant hoeveel nadruk Baier legt op het vooraf testen van auto's. Hij benadrukt dat het van vitaal belang is om te investeren in dit gebied om de overgang voor coureurs die naar de Formule 1 gaan te vergemakkelijken. Absoluut, het is een enorme sprong van Formule 2 naar Formule 1. De auto's zijn sneller, de inzet is hoger en de druk is intens. Zonder de juiste voorbereiding en testen kan het een overweldigende ervaring zijn voor nieuwe coureurs. En wat betreft druk, ik denk dat het hele team op dit moment onder druk staat. Met al deze veranderingen en een nieuwe identiteit die opdoemt, hebben ze veel te bewijzen in het komende seizoen. Inderdaad, dat klopt. Maar met een solide strategie en een ondersteunende omgeving geloof ik dat ze klaar zijn voor de uitdaging. Dit zou het begin kunnen zijn van een nieuw hoofdstuk voor AlphaTauri. Waarheid als een koe. Het is inderdaad een spannende tijd voor alle Formule 1-fans. Maar laten we niet vergeten dat, ondanks de veranderingen die komen, de kernessentie van de sport hetzelfde blijft. Het draait allemaal om snelheid, strategie en de spanning van de race. Ik kan het niet meer eens zijn. Verandering is onvermijdelijk, maar de passie voor racen blijft constant. Laten we eens kijken hoe deze veranderingen zich op het circuit ontvouwen. Ja, laten we dat doen. Het wiel blijft altijd draaien in de wereld van de Formule 1 en wij zijn hier om je alle updates te brengen. Dus blijf luisteren naar Formule 1 Passie. Er komen nog meer spannende inzichten jouw kant op. Over geruchten gesproken, William, heb je de kans gehad om te zien wat er vandaag op internet broeit? Inderdaad,
dat heb ik, en zo. Luister naar dit. Een bericht van een gebruiker genaamd Verwijderd Account onthulde een nogal sensationeel stukje informatie. Ze beweren dat Sergio Pérez zijn pensionering zal aankondigen tijdens het aankomende Mexicaanse Grand Prix weekend. Deze informatie zou afkomstig zijn van een voormalige hooggeplaatste medewerker van Escuderia Telmex, die het tijdens een informeel diner na een dag van autotests op een lokaal circuit heeft gedeeld. Rustig aan. Dat is nogal een bommetje. Wat is de reactie in de commentaarsectie? Nou, een gebruiker genaamd Ghost Cole zei, en ik citeer, Helmut Marko zal het waarschijnlijk aankondigen in een willekeurig interview voordat Checo zelfs maar de kans krijgt, einde citaat. Waarop een andere gebruiker, Iowa Golf Guy, humoristisch antwoordde, en ik citeer, vandaag kondigen we het pensioen aan van onze Zuid-Afrikaanse coureur Chase Perdue, einde citaat. Ha ha ha, dat brengt zeker wat luchtigheid. Nog andere interessante opmerkingen? Ja, een zekere Ninshin zegt, en ik citeer, de tijd zal uitwijzen of dit accuraat is of niet, maar ik denk niet dat het buitengewoon is, einde citaat. Een andere gebruiker, Disastrous Animal, merkte op over Sergio's gezinsverplichtingen en zei, en ik citeer, de man heeft 4 kinderen onder de 5. Het verbaast me dat hij blijkbaar wanhopig zou zijn naar een andere stoel op dit moment, einde citaat. Dat is een terecht punt. Familieprioriteiten spelen vaak een grote rol bij dergelijke beslissingen. Nog iets anders? Ja, er zijn eigenlijk een aantal empathische opmerkingen. Een gebruiker genaamd Amazing MacBoss zei, en ik citeer, ze hebben dit enorme voorrecht dat maar weinigen kunnen bereiken en ze gaan ervoor. Terugkomen is ook een optie, misschien in de Formule 1, misschien in een andere serie waar het niet zo druk is, maar ik begrijp het als hij zijn familie wil kiezen. Het is waarschijnlijk ook goed voor hem om zijn gedachten een jaar of twee vrij te maken en sterker terug te komen in de racesport, einde citaat. Natural Cat en Baby Cow deelden soortgelijke gevoelens. Dat is behoorlijk inzichtelijk. Het internet bestaat dus niet alleen uit toetsenbordhelden, maar ook uit enkele scherpzinnige waarnemers. Absoluut, en zo. En als reactie op een opmerking over stoppen om meer tijd met zijn familie door te brengen, zei een gebruiker genaamd Redebo, en ik citeer, het is niet gemakkelijk om afstand te doen van iets dat je identiteit vormt, zeker gezien het feit dat hij een elite-atleet is in een sport met in totaal 20 wereldwijde deelnemers op elk willekeurig moment. De mentaliteit die nodig is om een van die 20 te worden, is niet iets wat je zomaar uitschakelt wanneer het je niet langer van dienst is. Ik voel echt met hem mee, einde citaat. Ah, de gevaren van het leven van een atleet. Het is niet allemaal glitter en glamour, toch? En daar hebben we het, dames en heren. We hebben een geweldige tijd gehad met het bespreken van al het zoemende nieuws en de geruchten rondom de wereld van de Formule 1 vandaag. We bedanken ieder van jullie voor het meereizen op deze reis. Onthoud, jullie steun is wat ons gaande houdt. Vergeet niet om je te abonneren, op die meldingsbel te klikken om op de hoogte te blijven en de liefde te delen met je vrienden die gek zijn op motorsport. Absoluut, en zo. En hij, vergeet niet om ons in de reacties te vertellen wat jouw favoriete onderdeel was van deze aflevering. Als je brandende vragen hebt of intrigerende theorieën, aarzel dan niet om ons hieronder een berichtje te sturen. En natuurlijk, maak ons onderdeel van je dagelijkse routine. We zijn hier elke dag met het laatste nieuws vanaf het racecircuit. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal weer te vergezellen voor de volgende aflevering. Onthoud, de opwinding stopt nooit in de wereld van de Formule 1, dus er is altijd iets interessants om over te praten. Oh ja, en geloof me als ik zeg dat je de adrenaline gedreven actie die we voor je in petto hebben niet wilt missen. Een enorme dankjewel namens ons beiden hier bij Formule een Passie. En onthoud, gas erop, houd je blik op de weg. De inhoud van ons kanaal is puur goud. Tot de volgende keer.